Yo film buddies, je kijkt naar een nieuwe hashtag filmreview op de Filmfabriek en dit keer is het Rokjesdag. Rokjesdag wordt geregisseerd door Johan Nijhuis, bekend van onder andere Verliefd op Ibiza, Toscaanse bruiloft. En geen enkele filmrecensent kan er een touw aan vastknopen, snapt er niks van, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar toch gaan er duizenden mensen naar deze film toe. En wat is zijn succes? Ik vertel het je aan het einde van de video, maar kort, waar gaat Rokjesdag over? Heel simpel. Allemaal dames die al heel lang droog staan en op zoek zijn naar een leuke vent. En ze denken dat allemaal te vinden tijdens een Spaanse salsa tapas workshop gesponsord door Lexa. Sponsor op je boy. Nederlandse films, het is altijd heerlijk zeiken, maar we gaan wel met z'n allen kijken. Een van de dingen die ik wel leuk vind aan Rokjesdag is Bor, gespeeld door Luc Peters. Voornamelijk bekend van zijn rol in Penosa en daar is hij natuurlijk de bad guy. En ik vind hem eigenlijk steeds meer evolueren tot de Nederlandse knuffelbeer. Ook in deze situatie, hij is zo'n hele leuke papa zijn. Hij is getrouwd, maar heeft wel een minnares. Oftewel, hij moet gaan kiezen met wie gaat hij verder. Interessant. En dan heb je nog tal van situaties. Nou, weet je wat, daar kom ik straks op terug, want ik irriteer me dood aan. Sowieso props naar Eveline Hagebeek. Ze maakt haar debuut als scenarist voor deze film. Ze maakt het zichzelf wel heel moeilijk met al die verschillende stelletjes waar ik totaal niks mee heb. En vervolgens dan weer wel moet hebben. Anyway, er zijn heel veel redenen waarom je deze film mag overslaan. Ik heb er een paar gepakt en wil ik heel graag met je delen. Kom. Oeh, irritaties. Je kan zeggen, oh lekker boeien, poef. Maar ja, je geeft wel geld uit aan die film. Een van de dingen die mij heel erg opvalt als je kijkt naar een Johan Nijhuis film, dan zie je dat je meerdere stelletjes, personages volgt en op zich niks mis mee. Alleen het probleem is, ik kan me niet vastklampen aan een bepaald hoofdpersonage. Daarvoor skip je al te snel van het ene personage naar het volgende personage. En je hebt eigenlijk zoiets van, waarom zou ik die hoofdpersoon het geluk gunnen? Waarom? Why? Ik heb niks met die advocaten Marijke waarom ik zou zeggen, nou meid, ik hoop echt dat jij slaagt in de liefde. Gewoon no way! Heel lang heb je het idee, ik ga kijken naar single mensen die een heel moeilijk leven hebben. Geen idee waarom ze niet zijn geslaagd in de liefde, maar heel desperate zijn om een liefde te vinden. Vervolgens is het doel dus om een vriendje of vriendinnetje te krijgen. Maar op 3/4 van de film switchen ze van een vriendje krijgen naar het opeens hebben over baby's. Dat ik denk bij mezelf, meid! Fix eerst even je vriendje! He's absolutely right. Waar het op neerkomt voor mij is dat ik gewoon te weinig achtergrondinformatie heb van de personages. De een wat meer als de ander. Hè? Bor, ik weet dat hij jarenlang gelukkig is, getrouwd en nu opeens zoiets heeft van shit, ik moet wat anders. Maar van die Marijke, ja, heel lang een kaart aan het werk. Maar ja, wie doet dat nou niet en het boeit me eigenlijk ook weinig. En al die andere personages, ik weet er niks van. Niet interessant. En waar ik helemaal stuk om ga, is het volgende. Je begint al vrij snel in de film met een dialoog tussen Marijke, de advocaat, die een blind date heeft. Vervolgens loopt hij weg van het tafeltje waarop Marijke opstaat. Hè, je moet je voorstellen, gigantisch vol, dik terras. En ze roept, dat vind ik niet eerlijk. Ik wil gewoon een date met je hebben. En hoe kan je nou op 20 minuten baseren dat dit niet wat gaat worden? En je moet eens opletten op al die figuranten die eromheen zitten. Die zitten gewoon rustig door te eten, alsof er niks aan de hand is. Terwijl ik zoiets heb, als zou ik daar zitten aan een tafeltje en ik zie een enorm mooi wijf opstaan en boos worden op een douchebag, dan ga ik wel kijken, dan ben ik wel benieuwd what's going on. Mijn laatste irritatiepuntje aan deze film vind ik toch wat camerawerk. Er zitten heel veel leuke dingetjes in, maar ook heel veel dat ik denk bij mezelf, waarom? Om terug te komen naar de dialoog tussen Marijke en haar blind date. Je verwacht dan gewoon een netjes over shoulder momentje. Maar wat doet deze man? Die stopt opeens Marijke, gespeeld door Lieke van Lexmond, ergens halverwege het shot. Dat ik denk bij mezelf, waarom? Daarna gaat hij ook nog eens een keer over de as. Gebruikt hij van 3 verschillende close-ups. Dat ik denk bij mezelf, waarom, waarom? Wat voor verhaal probeer je daarmee te vertellen, meneer, de DOP? En zinloze slow-motion shots van wijn dat uit een wijnglas wordt gegooid. Dat ik denk bij mezelf, waarom? Een film als Rokjesdag, you hate it or you love it. Ik ben er persoonlijk niet echt enorme fan van. Waar ik wel respect voor heb, is hoe Johan Nijhuis bezig is met de film. Hanna Verboom, een actrice die met hem heeft samengewerkt, die vertelde in een interview. Johan Nijhuis, hij denkt eerder na over een concept in plaats van alleen de film. En dat is natuurlijk ook terug te zien. Johan Nijhuis, voor de film Verliefd op Ibiza bijvoorbeeld, had hij verteld. Ja, er zijn beelden uitgelekt. Of een seksscène gewijzigd. En alle media duikten dan meteen op. Waardoor iedereen te horen kreeg. Oh, er is een film met seks. Of er zijn beelden uitgelekt. Ik wil dat als eerste zien. Heel slim. Maar wellicht is dat misschien ook een zwakte. Want ja, niet iedere film
geek is fan van films van zijn hand. Want! Anyway, ik geef 2 sterren voor de film Rokjesdag. Voor het concept geef ik 3 sterren. Laat me in de reacties hieronder weten waarom jij wel of juist niet naar deze film toe zou gaan. En volg me ook op Twitter, waar een poll online staat naar welke film ik de volgende keer heen moet gaan om die te reviewen. Jullie hadden besloten dat ik naar Rokjesdag moet. Mijn ziel is daar overleden. Grapje, dat is niet waar. Maar goed, hey, en anders check je gewoon bij een volgende video op de Filmfabriek. See you later.